Goedemorgen allemaal. Het is voor het eerst dat ik ga vloggen, dus dat is even wennen. Maar ik hoop dat ik het tot een goed einde breng. Ik ben Gerard van Nuenen, beleidsadviseur bij GGZ Nederland. En ik ga u vandaag meenemen naar een bijzondere bijeenkomst van GGZ Nederland. Een bijeenkomst waarin we onze onderzoek over de administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg gaan presenteren. Dat doen we niet hier op het Binnenhof. Ik sta op een illustere locatie, zo vlak voor de verkiezingen. Dat doen we in perscentrum Nieuwspoort. En daar gaan we ons onderzoeksrapport aanbieden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en vertegenwoordigers van de patiëntenbeweging en de vakbeweging. De administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg zijn hoog, daar zijn we achter gekomen. En als je de optelsom van al die lasten in de verschillende domeinen bekijkt, dan kun je met elkaar concluderen dat die lasten echt omlaag moeten. Dit rapport maakt dat heel erg duidelijk. Het kan ook, we hebben allerlei oplossingsrichtingen gevonden waarvan wij denken dat die lasten aanzienlijk naar beneden kunnen. En dat willen we samen doen met de gemeente, met de verzekeraars en de diverse ministeries. Nou, we zijn bijna bij perscentrum Nieuwspoort. Ik zal straks nog wat meer laten zien over die bijeenkomst. En ik hoop jullie spoedig weer te zien. Dag.